DHSC speelt tegen de oud-internationals, dus het Nederlands elftal. Wesley Sneijder speelt mee bij het Nederlands elftal tegen zijn broer Rodney. En Ondiep TV is erbij om te kijken hoe dit afloopt. Waarom komt u kijken naar deze wedstrijd? Nou, het is ten eerste lekker weer. En een vriend van me bijvoorbeeld bij DHC. En wie is dat? Jerry Weldam. Johnny van de Brink. En Johnny van de Brink. En Betja Passer ken ik. Dus wel leuk om even te kijken. Nou, wat vind je ervan dat DHC tegen de oud-internationals speelt? Ja, het is geweldig om hier in eerste instantie al terug te zijn op Top Beckerland. Het leeft hier enorm. Ja, en het is hartstikke mooi om de oude coryfeeën tegen DHC aan het werk te zien. Hartstikke leuk. Wat verwacht je van deze wedstrijd? Ik hoop een hele sportieve wedstrijd en dat DHC gaat winnen. Welke valt het meest op van de oud-internationals? Nou, we hadden het net niet alleen over Wesley, maar we hadden het ook over Simon Tahamata, 60 jaar. Maar wat is hij nog frivol en dartel? Moet je eens kijken. Het lijkt, kijk, hij is nu aan de bal. En wat een geweldige voorzet. En het is bijna een goal. Bijna een goal. Bijna een goal. Wat ik ook leuk vind, is de ontwikkeling bij DHC. Want ja, dat is een club, een ploeg die eraan komt. En zij zijn natuurlijk de grote favoriet om de titel in de hoofdklasse dit jaar. Wie is op dit moment de beste oud-international die je tegen bent gekomen op het veld? Wesley heeft er twee gemaakt. Ik zou een beetje stom zijn om nu te zeggen dat het niet zo is, maar even nee. Hoe is het om hier te spelen in Ondiep? Ja, erg leuk. En dus wat ik zeg, ik heb heel veel wedstrijden samen met Wesley mogen spelen in het Nederlands elftal. En het is ook weer leuk om na elkaars carrière op zijn plek, hè, de plek waar hij geboren en getogen is, te spelen. En mooi ook om de mensen hier omheen te zien, want dat zijn zijn roots. En zo is Wesley ook, dus mooi om hier te zijn. Hoe is het gegaan? Ja, resultaat slecht. Maar goed, we wouden gewoon een leuk evenement van maken met, zoals je hebt gezien, ook wat oud-spelers van DOS, Holland, Stichtse Boys. En ook natuurlijk een beetje ingehouden. Hoe was het om deze wedstrijd mee te spelen? Ja, dit had ik niet willen missen. Anders had ik al die acties van Wesley gemist. En je hebt een hoop gemist, hè? Nee, maar ik denk dat ik ben blij dat ik erbij was. En dat ik nog even mogen genieten van hem. Het ging aardig tot aan de 3-2, zeg maar. 3-2-achtig. Maar ja, dat, voor de rest een leuke wedstrijd. Dus rustig aan. En hoe was het nou om tegen Wesley te spelen? Ja, het is toch, ook al is het dan een leuk evenement en gaat het nergens om. Is het heel erg bijzonder. Is voor het eerst. En hij schiet er geloof ik nog 4 in ook. Dus hij is nog niet verleerd. En ik vind het toch wel een beetje jammer dat hij is gestopt. Ja, het ging best aardig en ik voelde me best wel lekker. Voorafgaand dacht ik van na 20 minuten zal de pijp wel leeg zijn, maar... Ik kon lekker verder, ik voelde me goed, dus het is altijd leuk om je debuut te maken. Hè? Maar in dit geval voor de ex-internationals, dus geslaagd debuut. Waarom is deze wedstrijd georganiseerd? Nou ja, allereerst om natuurlijk naam te geven aan DHC en ook aan de wijk Ondiep. Maar ja, dan gaan we weer terug naar alles wat we voor deze wijk doen. Als je ziet hoeveel mensen erop af zijn gekomen vanavond, dan is dat natuurlijk geweldig voor zo'n wijk als Ondiep dat je de ex-internationals mag ontvangen en dat je ook nog zo'n evenement weggeeft. Al met al een geslaagde dag. DHC komend seizoen, wat gaat het worden? We gaan voor de prijzen spelen en het hoogst haalbare. En als het hoogst haalbare de eerste positie is, dan zullen we dat niet schromen. Maar we gaan eerst zien wat er mogelijk is. En we spelen elke wedstrijd om te winnen. En net wat ik zeg, wij willen het hoogst mogelijke halen. Alleen roepen dat je zomaar kampioen wordt in de hoofdklasse, dat moet je niet doen. Maar we gaan wel gewoon voor de hoogste trede. Ik heb goede hoop, goede voorbereiding gedraaid. Nieuwe jongens erbij, het gros dat gebleven is. Dus ik hoop en ik verwacht dat wij bovenin meedraaien.